Ja, heb je het goed uitgelegd? Ik vind echt dat Sander heeft het gewoon verpest. Ja. Sander heeft het verpest tijdens kerst. Wij waren heel sportief en we gingen er ook niet doorheen praten. Onverstoorbaar blijven. Of niet? Zijn dijkhuis altijd. Onverstoorbaar blijven. Gelichaam is kapot. Zijn dijkhuis altijd. Goed. Bij deze wil ik alle voetbalsupporters en iedereen een vrolijk kerstfeest wensen. En natuurlijk een gelukkig, sportief en vooral gezond 2017. Vooral natuurlijk gezondheid voor iedereen. Zelf, maar ook in een naaste omgeving. Een hechte familie die voor elkaar altijd open staat en terechtkomt. Bij het goede einde en elkaar steunt. En wat ik daarbij ook hoop is dat iedereen acceptatie heeft. Welke mening men dan ook heeft. De ene of de andere, maar dat men accepteert. Het is niet altijd makkelijk, maar het is toch leuk als men ook ziet dat de andere iets anders denkt. En zich hoeft er nou niet in te vinden, maar wel het accepteren. Daar staan we dan. Ik heb hier drie cadeautjes. Ik bedoel, ik kan nu wel heel mysterieus gaan doen van wat zal erin zitten. Maar iedereen weet wel wat erin zit. Een foto met een spreuk die zeg maar een beetje op jullie jaar betrekking heeft. Mark, ik geef jou de eerste. Je mag raden welke tekst erop staat. Geen idee? Ja, ik heb vrij veel wedstrijden gedaan, dus ik heb volgens mij meer wedstrijden commentaar gegeven dan zijn we twee dagen hebben geroepen. Dus ik heb dus een beetje lastig kiezen. Ja, maar het had natuurlijk ook nog wat met voetvolley te maken kunnen hebben. Een van jouw favoriete hobby's deze zomer. Dat ik van Niel heb gewonnen. Bijvoorbeeld. Dat was wel even mijn hoogtepunt van het jaar. Ja. En vooral de reactie van Niel daarop. Die vind ik dat is altijd extra leuk. Ja, als je van Niel wint, dubbele punten. Daar kan hij niet zo goed tegen. Maar indruk heb ik niet. Maak hem open. De man met de mooiste voetbalboekenverzameling. Kan je daarin vinden? Ja, de mooiste, dat kan ik wel. Ik zou het heel mooi vinden, ik denk het wel. Ja? Heb je de meeste, denk je, van... Van Nederland weet ik niet. Zijn er veel verzamelaars in Nederland? Jawel. Ik heb 6000 voetbalboeken, dus dat is wel vrij veel. Ja. Maar ik weet niet of er nog mensen misschien wel meer hebben. Het zal wel, maar ik ben wel blij met mijn verzameling. Ja, vind je hem passend bij je? Ja, deze keer wel. Op een van de boekenkasten ga ik hem denk ik neerzetten dan. Geef hem een mooi plekje. Randy, snap je net? Lees jij wel eens een voetbalboek? Ik heb ook een aantal voetbalboeken, maar niet zoveel als hem denk ik. Geen 6000. Wat vond je het leukste dit jaar? Mijn leukste wedstrijd was Den Bosch VVSB. Dat we naar de halve finale gingen. Met de blunder van keeper Heemskerk natuurlijk. Ja, ik kijk altijd meer naar de leuke dingen zo'n wedstrijd. Dus meer Pairami, het verhaal VVSB. Ik bedoel, voor de Bos leidt zelfs tot de ontslag van de trainer. Dus dat is altijd, er zijn altijd allemaal twee kanten aan. Ja, ik heb de klassieker gedaan, de bekerfinale. Dus ik heb heel veel mooie wedstrijden mogen doen. Ja. Het gaat thuis goed met mijn kinderen. Dus ik heb echt een mooi jaar. Prachtig, ja. Dat is voor jou. Kijk, de mensen kennen jullie natuurlijk van de afgeketste transfer naar Sparta. Maar ik ben benieuwd of jij kan raden wat hierop staat. Als hij de meeste voetbalboeken heeft, dan heb ik misschien de meeste goals, of niet? Wie weet. We gaan er kijken. Maak hem open. En kijk of je het ermee eens bent. Randy, jij komt zo in de bus. Nee. Denk jij maar vast na wat er bij jou is. Ja, ik zit al even te denken, maar ik weet niet of ik kansje over gaan. De man die prof moet worden. Nou, jongens, Ben je het ermee eens? Moet het gebeuren? Ik ben het er zeker mee eens. En de laatste voor jou, Randy. Kun jij raden wat erop staat? Ja, ik weet het niet. Maak hem snel open. De leukste promovendus. Ja. Ja, kan je erin vinden? Weet ik niet. Ik weet niet of je dat over jezelf kunt zeggen, maar... Goed, jij mag het over jezelf zeggen. Vind jij het ook de leukste? Zeg het maar. Ik wil de gezelligste. Nogmaals, de verrassing wordt Feyenoord kampioen dit jaar. Verrassing van 2017 moet laatst nog even op zich wachten. Maar ik hoop dat we met Feyenoord tot laatst om prijzen mee kunnen doen. En ook een prijs kunnen pakken. ADO Den Haag. De verrassing voor 2017 wordt toch in mij nog een titelstrijd. Ik denk toch dat uiteindelijk Feyenoord eindelijk weer aan het langste eind trekt. En dat is toch voor mij een verrassing. Na zoveel jaren dan toch weer bovenaan zouden staan. En ik zie het team en je zag ook gisteren of een paar dagen geleden met wisselbeleid ook belangrijke spelers niet laten spelen en dan toch winnen en dominant winnen van een AZ. Dus ik denk dat dat een verrassing wordt voor 2017. PEC Zwolle. Ja, omdat we ons gaan handhaven en nog gaan stijgen.
Nou ja, de verrassing van het komende jaar zal zijn dat het Nederlands elftal zich gaat plaatsen voor het WK. Gezien de staat van het Nederlandse voetbal hoeven we daar geen rekening meer mee te houden op zich. Het is in ieder geval geen vanzelfsprekendheid meer. Als je ziet wat we allemaal achter de rug hebben, dan zou je hart nog vasthouden. Maar ik denk dat het ze gaat lukken. De verrassing van 2017 wordt Torino-spits Andrea Belotti. Die een mooie transfer gaat maken naar het buitenland. En daar topspits wordt en heel veel gaat scoren. De PSV had natuurlijk een dramatische eerste helft van het seizoen achter de rug. Maar veel blessures gehad. Het zat even niet mee daar zo. Maar het feit dat ze uit Europa zijn en dat ze straks spelers terugkrijgen en waarschijnlijk in de window ook nog het een en ander zullen gaan doen. Ja, denk ik dat PSV nog steeds niet is uitgeschakeld voor die titelrace. En dat het misschien wel eens de verrassing van 2017 kan gaan worden. Ja, dan doen we de tweede seizoen zelf van Go Ahead natuurlijk. Die gaat sky high. Dus ik verwacht dat er iets bij komt bij ons. Ja, wij moeten wel meer gaan laten zien als dat nu gebeurd is. En ik denk dat wel goed gaat komen en daar heb ik alle vertrouwen in. Ja, we hebben gespeeld. Zeer succesvol. Jeroen Elshoff, Jens Storstra. Vorig jaar twee van de grote uitblinkers. Aaron Meijers, eerder gespeeld Pictionary? Nee, nog nooit. Moet ik je uitleggen wat de regels zijn? Ja, wel een beetje, ja. Okay, iedereen tekent van het team één keer en iedereen mag één keer raden. Je speelt tegen elkaar, dus het is team ex-ADO tegen... Team. Ja, hoe zullen jullie noemen? Hebben jullie een teamnaam? Ik kom uit Alkmaar en hij heeft in Alkmaar gespeeld. Team Alkmaar tegen team Alkmaar, ja. Ex-ADO. Team ADO. Voormalig ADO. Team Den Haag. Nee, ik heb ook ADO gezeten. Ja. Kan ik geen team ADO. Maar jullie hadden jezelf al aangekondigd als Dream Team? Ja, ongedaan denk ik. Ja, nee, ik zit op hetzelfde niveau als Jens, denk ik. Dus, Oké, nou dan belooft het een spectaculaire editie te worden van Pictionary. Vooral omdat het gaat om, één keer gaat het om personen tekenen. En de andere gaat om objecten, of zoals Michiel Kramer het noemde, projecten. Dus allemaal voetbalgerelateerd. Rock, paper, scissors, Jill tegen Aaron. Wie er mag beginnen? 3, 2, 1. Oké. Okay. Wil je beginnen of wil je... Oh nee, jij hebt gewonnen trouwens. Sorry. Zij mogen beginnen. Wie gaat eerst tekenen voor jullie? Jens of Aaron? Wat moet er eerst getekend worden? Ik ga de personen doen, denk ik. Dan mag je... we doen personen. De eerste gaat personen. Dan ga ik tekenen. Mag de microfoon laten liggen. Je moet wel opletten, jongen. Als zij niet weten, mogen wij raden. Ik neem straks nog een keer. Als je wil, hier. Mogen wij ook roepen? Nieuw, nu of niet? Je mag wel roepen, maar het telt niet. Oh, oké, okay, ja. Dan roepen we niet. We moeten niet helpen. Dus roep er vooral doorheen. Jens, even eten laten staan. Hè? Met volle mond, lekker raden, Jens. De tijd gaat lopen als je met je stift begint. Je hebt een minuut de tijd. Er zit een jury daar die heel streng is. Geen woorden, geen letters, geen cijfers. Ben je er klaar voor? Ja. Succes. Ik mag gewoon meerdere keren raden ook, hè? Je mag gewoon doorgaan met raden, ja. Is er een zandloper of niet? Dit is een persoon of wat? Het gaat om een persoon voor Jens. Is het een hond? Een wolf? John de Wolf? Ricky van Wolfswinkel. Ik vind het wel goed trouwens, hoor. Hey. Wat is dit dan? Ging om personen, gaat hij een dier zitten tekenen? Halve minuut. Een koe. Dat is een koe. Koeman. Ronald Koeman. Erwin Koeman. Ja! Uitstekend! Ben je heel tevreden over? Ja, uiteraard. Ik moest even, die stippen die deden dit was zeg maar, zijn drinkbak. Ik wou even... Oh, wat is dit? Sorry, leg het even uit. Ja, ik weet niet wat ik hier wou doen. Een drinkbak? Ja, gewoon dat hij daar lekker ging drinken of zo. Ik moest even wat bedenken, maar toen... Dat zag ik ook. Het schoot me opeens te binnen, ik denk die vlekken en dat herkent hij gelijk. En daarom zeg ik, ik voel Jens aan, hij voelt mij aan. Dus, kassa. 1-0 voor het... Team Legends, zoals ze zelf noemen. Wie van jullie gaat het tekenen? Persoon. Ik teken al, man. Jij hebt nog lekkere hoogtepunten gehad dit jaar? Ja, de promotie, denk ik. Ja, dat ging niet helemaal zonder slag of stoot. Nee, ja, dat ik wil er eigenlijk niet over beginnen, sinds heb ik ruzie, maar... Nee, het was een klein smetje op het feest, maar dat neemt niet weg dat het een gigantisch mooi hoogtepunt is.
En ik denk ook persoonlijk de wedstrijden tegen VVV, dat was voor mij ook wel lekker. Ook omdat je gewoon een heel belangrijk aandeel had. En jouw oude club natuurlijk. En mijn oude clubje. En die wedstrijd thuis tegen de Graafschap was gigantisch om mee te maken. Gewoon de hele promotie, de hele playoff serie zeg maar, was gewoon heel mooi. En het is gewoon, ja, het is gewoon een, hoe zeg je dat? Het is echt een seizoen voor uitrusten geweest, weet je? In goede en in slechte zin, zeg maar. Dus het is wel over het algemeen gewoon een heel mooi seizoen. De playoffs mooier dan de overwinning op Feyenoord dit seizoen? Ja. Dat is ook wel mooi, hè? Ja, nee, de overwinning op Feyenoord was ook gigantisch natuurlijk. En misschien achteraf gezien had je die beter misschien kunnen verliezen en dan die wedstrijd daarna twee keer kunnen winnen. Maar zeker, die overwinning op Feyenoord was ook echt gigantisch mooi. Ja, dat zijn wel wedstrijden, ja, als je die kan winnen thuis, dat is dan zou je zeggen dat je van de rest ook kan winnen, maar... Ja, maar dat... Wie weet volgend jaar? Dat is niet altijd al. Ja, maar Mark, denk jij dat ze erin blijven dit seizoen? Volgend jaar. Nou ja, het is dit seizoen zo onvoorspelbaar. Ik denk dat je 5-6 clubs hebt die allemaal zouden kunnen degraderen. Er zitten ook best wel goede namen bij. Ik bedoel, Zwolle, die hebben meer kwaliteit misschien, maar die scoren ook niet. Nee, dat is waar. En een paar jaar geleden dachten we ook, nou, NAC gaat er niet uit, Roda gaat er niet uit. Dat zijn traditieclubs, die blijven er wel in. Je hebt Excelsior, Go Ahead, ADO heeft het moeilijk. En als dat groep met Wang door blijft gaan, dan ja, dan weet je het ook niet. Dus je hebt een stuk of 6-7 clubs. Ik zei wel spits nodig. Ja. Vleugels zijn opgezet. Is het een bruggetje? Vleugels. Ah ja. Ja. Hey. Hij geeft de voorzet, hij legt ze erin. Ja, zou het kunnen. Lijkt me. Nou ja, serieus, maar ze hebben doelpunten nodig. Ja, ja, goed, als iemand doelpunten kan maken, is het Dennis natuurlijk. Ja, ik bedoel, ik zou het geen onlogische keuze doen. Gewoon doen. Die? Zou je hem graag naast je willen hebben? Zou ik hem zeggen, nee. Nee, nee. Ja, hij maakt veel goal. Hoe werd er ook maakt? 28 of zo? Ja, dat wil ik. 28 of 17 wedstrijden? Ja. Hebben jullie er al 28 gemaakt dat seizoen? Nee. Zou jij het willen met Randy samenvoegen? Ja, we hebben een keertje samen gespeeld op het WK Amsterdam, WK Nederland. Ja, en? Toen ging het hartstikke goed. Volgens mij werden we kampioen. Dus, ja. Zou het een boek waard zijn? In Nederland is de bedoeling bij Pictionary Jill dat je gaat raden. Een trainer die waarschijnlijk 5-3-2 speelt. Ik weet dat net gehoord Heracles speelde 5-3-2 heel verdedigend, heel slecht. Ja, wij mogen niks zeggen. Ik weet het wel, Weet je het? Goed kijken. Ja, dat is waarschijnlijk het embleem of zo van de club. Oh, ja. Heracles Almelo, ik weet het niet. Ja. 10 seconden nog. Is duidelijk wat dit is echt... Ik heb geen misschien niet alleen in Almelo denken. Vitesse, wie speelt nog 5-3-2? Nee. Ik heb geen tijd flauw idee. 5, 4, 3, 2. Aaron, wie denk je dat is? Ja, ik dacht eerst Van Gaal, maar dat was het dan niet. Jens, idee? Ik zou het niet weten. Wie speelt een... Dit is het embleem, was het embleem van Juventus. Wit, zwart. Hij is nu trainer van Chelsea. 5-3-2. Wie is de trainer van Chelsea, gasten? Ja, die weet ik ook weer, man. Conte. Maar zo slecht was dat dan toch niet? Of, Ja, 5-3-2. Denk aan het embleem, dat embleem dat raakt helemaal naar war. Dat embleem? Nou ja, ik had inderdaad, ja, context. Ja, maar ja, had je dan wel geweest. Je had misschien Italië moeten tekenen. Dat is heel vaak met voetbal, dus je schat ze toch net iets te hoog in. Zo, ik ben een Belg, hè. Het overlijden van Johan Cruijff. Ook persoonlijk heb ik me dat nog wel aangetrokken. Ik heb de laatste jaren van zijn leven een hele goede band met hem opgebouwd. Met zijn familie ook. Een paar keer bij zijn thuis geweest in Barcelona. En dat zijn herinneringen die ik... die ik mijn leven lang niet ga vergeten. En ja, die dag dat hij overleed, greep het me zeer aan en dat heeft me echt behoorlijk lang bezig gehouden. Dus. Een EK zonder Oranje. By far. Ja, ik denk dan toch mijn basisplek verloren natuurlijk. Dus dat is nooit leuk. En dat is denk ik op dit moment wel
Het dieptepunt voor mij. De uitschakeling met Jong Oranje voor het EK. Het dieptepunt van het jaar is het overlijden van Paul Wijsberger, voormalig commissaris van ADO Den Haag. En een goede vriend van mij in het voetbal. De serie nederlagen voor Feyenoord 7 op een rij. Ja, dat was in de historie van die club echt nog nooit vertoond. En het gaat ook nooit meer gebeuren. Want laat het maar op je inwerken, 7 keer verliezen op rij. 2 punten uit 9 wedstrijden. Dus echt iets ongelooflijks. En voor de mensen die Feyenoord volgen, de supporters, iedereen eigenlijk, was dat absoluut een dieptepunt van het jaar. Het dieptepunt van het jaar, daar hoef ik totaal niet over na te denken. Dat is dat we er niet bij waren bij het EK. Daar heb ik het echt moeilijk mee gehad. Nee, dat meen ik serieus. Dat vond ik zo saai. En ik had nooit verwacht dat we dat nog een keer zouden meemaken. Maar ja, dat vond ik echt waardeloos en gênant. En dat mag nooit meer gebeuren. Dat het een afglijdende schaal was, dat hadden we misschien ook in 2015 al wel in de gaten. Maar dat het zo ver zou afzakken en dat we zelfs het EK niet zouden gaan halen, dat had ik toch ook niet verwacht. En als je het vergelijkt met allerlei andere tragedies en drama's die er in de wereld gebeuren, stelde het helemaal niet voor. Maar sportief gezien en op voetbalgebied vond ik het Nederlands elftal in 2016 wel een dieptepunt. Ben je er klaar voor? Nou ja, ik wil eerst even zien. De bovenste mag je pakken, zoals iedereen. Objecten zijn er toch? Oké, en de tijd gaat in als ik het papier raak of niet? Tijd loopt. Ja, dat is een vel, maar dat is het niet. Een dugout. Nee. Voorzet, assist. Inworp, ingooi. Heel goed, Jens. Ingooien, ja. Voorzetten, wat is het? Inswingen, ja, ik mag niks, geen tips geven ook, hè? Ja. Je mag hem één keer voordoen. Tijd. Oh, je mag hem voordoen. Nee. Slingerworp, ja, wat... Slingerworp. Dit is toch geen slingerworp? Ingooien, wat... 10 seconden. 10 seconden. 8. 16 meter, 6, waar is je leg? 5, 4, 3, 2, 1. Verre ingooien. Wat zeg je? Verre ingooien. Dat was het. Hadden jullie maar samen gespeeld. Goed, stand nog steeds 1-0. Jill, aan jou de eer om gelijk te maken. Je kon er niet meer van maken. Nee. Dat is toch hetzelfde, toch? Ja. Succes. Tijd loopt. Rondo. Nog 10 seconden. Muts, Eskimo, armen, warmhouders. Het zijn armen, toch? Het zijn geen handen. Het is een wc. Wat is het? 20 seconden. Een po. De po? Nou, dat is een woord wat je niet vaak hoort. Dat is toch een Belg? Ja. 15 seconden. Oh, dat gaat heel langzaam, dat is... Wat is dat, joh? Doe even voor, anders. 10 seconden nog. 10 seconden. Een vliegtuig. Juichen. Een beker. Een embleem. 5, Champions League. 4, 3. Eten. Champions League. UEFA Cup, Europa League. 1. Einde van het jaar. Finale. Wat was het volgens jullie? Wat denk je, Jens? De cup met de grote oren. KNVB beker. Ik denk landskampioenschap. Landskampioenschap. Kampioenschap was goed maar geweest. Wij hebben een schaal, hè? Ja, wat is dit dan? Ik dacht dat het bij die beker hoorde. Ja, sorry. Ja, ik kan niet goed tekenen. Dit lijkt me toch wel twee oren. Ja, een beker met de grote oren is dat. Ja, maar ik raak in de war van die cup natuurlijk. Maar wat? Ja, het is een beker. Ja. Ja, en dit is een schaal. Maar ja, ik mag niet schrijven landskampioen. Nee, dat was wel heel makkelijk. Ik heb mijn best gedaan. Jill, ga lekker zitten. Sorry, Jill. We hebben gewonnen. Ja, de winnaars! Ja, is dit wel... nou het tweede jaar op rij dat je hebt gewonnen, Jens? Ja, zeker. Ja? Ja? Nee. En hoe ging het bij jou vorige keer? Ja, nou, ik hoop voor Jens niet dat het zijn enige prijs is dit jaar. Dat is... Heel goed. Ja, speel je dit vaak?
Nee, dat kan je toch zien. Okay. Zou je volgende keer Jeroen Elsof uitnodigen om mee te spelen? Nee, ik zou wel iemand anders kiezen. Nee, wat is dat nou? Nee, ik vond dit wel van mezelf eerlijk gezegd duidelijk. Ja, maar ik vond 5-3-2 ook duidelijk. Ik zou jou graag. Nee, wij zijn ook ten eerste gepromoveerd met de dijk. Ja, naar absoluut. De derde divisie. Absoluut. Dus ja, het waren ook mooie wedstrijden. Vierde na-competitie. En ja, we staan nu weer bovenuit. Dus, het is toch lekker? Eigenlijk bestaat mijn jaar alleen maar het hoogtepunt. Maar mijn absolute hoogtepunt is dat ik hier ben bij de Kerstshow. Kijk, jij als commentator. Je staat nu naast hem. Heb jij misschien nog een vraag aan Dennis? Nou ja, ik wil wel weten wat hij zelf de mooiste vond van alle. Weet je ze allemaal nog precies hoe je ze hebt gemaakt? Ben je zo iets nou, eigenlijk niet. Het zijn er te veel. Dat is een goed teken inderdaad. De mooiste, een paar weken geleden speelde ik tegen Jong Achilles. Toen nam ik een vrije trap indraaiend. En die vloog echt recht in de kruising. Dat was wel aardig. En Belangrijkste? Ik denk de allereerste wedstrijd, uit tegen Kuik. Toen maakte ik in de 94e minuut maakte ik de 3-2, binnen de goal. En dat was ook gelijk mijn eerste hat-trick van het seizoen. Dus, bal mee naar huis genomen? Ik heb de bal niet mee naar huis genomen, zo werkt het niet. Ja, helaas. Zeg maar één bal voor het hele seizoen meestal. Ja, maar als je zoveel goals maakt in het amateurvoetbal, zit daar ook nog wel eens wat aan verbonden? Gebeurt er dan nog wel eens wat als je topscorer wordt? Amsterdamse voetbal. Ja. Die houdt alles bij qua voetbal in de regio. En die hebben ook een ranglijst voor de topscorer. En ja, vorig jaar was ik ook topscorer. En dan zat een reis alvast naar Barcelona. En dat is niet ja, mijn trainer van vorig seizoen is echt Barcelona fan, echt een die-hard. Dat is lekker. En dus ik had hem gevraagd of hij mee wilde. Welke wedstrijd ben je geweest? We zijn naar Barca City geweest. Ja, Mark, jij als expert, misschien heb je de wedstrijd wel gedaan. Nee, ik doe geen Champions League, ik doe Europa League. Dus net, ik zit net een niveautje lager. Net een niveautje lager. Ik weet wel, Ludo Goretz, wil je daar nog iets over weten? Het komt zo meteen, komt zo meteen. Als de camera's uitzenden. Daar wil ik er alles van weten. Jonathan Cafu en Wanderlinho. Maar dat komt straks. Uitslag. Barca City. 5-0, zoiets. Randy? Nou, ik heb het net verteld. Dennis, zeg maar. 4-0. 4-0. Lekker potje? Ja, het is een mooie wedstrijd. Randy, wat is jouw hoogtepunt van dit EK? Als je kijkt naar de wedstrijden, we hebben een hoop saaie wedstrijden gezien, we hebben ook goede wedstrijden gezien. Ja, we waren er natuurlijk zelf niet bij, maar heb je even goed genoten en wat was het mooiste moment? Nou, ik ben bij de wedstrijd Polen-Zwitserland geweest. Jij dacht, ik zoek even een topaffiche? Nee, ik was uitgenodigd door Voetbal Insight en toen mocht ik die wedstrijd, toevallig in mijn weekend was dat, mochten we erheen en mochten we wat items maken daar. En toevallig was het ook een van de leukste wedstrijden van het EK. En ik denk dat wij het mooiste doelpunt van het EK hebben gezien. De omhaal van Shakiri. Absoluut mooi. Dus voor mij was dat zeg maar, qua sfeer, ambiance en zo, was dat wel het hoogtepunt. Zeg maar. Terechte winnaar, Portugal? Ja, ik denk het wel. Uiteindelijk ben ik het wel met je eens. Dat ik vind het altijd wel mooi als de underdog win. Absoluut. En, tegen het thuisland? Tegen het thuisland. En ik vind Frankrijk. Ze zijn in het begin toch een beetje gered door Payet. Die maakt ook trouwens wel een aardige goal in de eerste wedstrijd. Ja, die heeft ook wel lekker. Dus dat was voor mij wel de meest opvallende speler, denk ik, van het EK. Ook 28 jaar toch? En maar zo'n jongen als Renato Sanchez in de finale. Die is ook goed. En met het uitvallen dat Ronaldo staat te coachen, zeg maar, als soort van die trainer aan de kant duwen. Ze staan samen eigenlijk staan ze te coachen. Dat vind ik ook wel mooi. En zo'n grote vedette als hij. Ja, absoluut. Ik vind het leuk dat hij ook met zijn land. Ik hoop dat Messi ook nog een keer met Argentinië wat wint. Ja. Want dat hoort eigenlijk bij de status van zo'n speler. Wat dat betreft vind ik het wel mooi dat Portugal het EK heeft gewonnen. Terecht te winnen. Ja, ze winnen, vind ik het terecht. Mijn hoogtepunt was Duitsland-Italië, de strafschoppenserie. Ja. Met alle gemisten en dan Zaza met zijn Het schijnt dat hij nu nog... Die hele serie was... Duitsland mist nooit een strafschop. Ja. En vervolgens missen ze allemaal en dan gaan ze toch uiteindelijk wel door. Ja, dat was fantastisch. Pellen met z'n... Nee, dat zat alles in. Dat was echt voor mij een van de mooiste wedstrijden van het EK. En ja, Portugal, ja, als je wint, verdien je het. Ik vond ook niet dat er andere landen zijn die nou wel een heel toernooi indrukken hebben gemaakt, nee, als ik heel eerlijk ben. Nee, dat klopt. Bedoel, als je dan België de verwachtingen ziet, toch ook uiteindelijk niet waar weten te maken. Engeland, dat is toch een beetje mijn... Ik ben geboren, dus daar hou ik altijd op. Maar het is elk toernooi weer een teleurstelling, dus dat schiet ook niet op. Kunnen we dan, als we het over Engeland hebben, kunnen we dan de IJsland de absolute verrassing noemen? Die natuurlijk Engeland uitschakelde. Ja, maar uiteindelijk is of dat... Of wisten we het al langer? Dat zie je nu weer in de...
ook in de Eredivisie, als je gewoon een goede organisatie neerzet. Kijk ook hoe Go Ahead, hoe moeilijk ze PSV hebben gemaakt. En iedereen, dat weet je, dan geef je elkaar ook toe. Het zal geen speler van Go Ahead in de basis staan bij PSV. Dus dan ben je op elke positie ben je in principe beter. En toch met heel veel pijn en moeite wordt zo'n wedstrijd gewonnen. Dat zag je bij EK ook. Ja. En die trend zie je nu ook weer in de Eredivisie. Twente tegen Ajax. Gewoon een goede organisatie neerzetten. En dan kan je op papier minder kwaliteit hebben. Dan heb je toch wel een goede kans op een resultaat. Goed, 30 seconds, bekend mee? Ja, nou ja. Zal Fischer bekend mee? Spelletjesman? Nee, vertel. Lucas Oudenberg? Nu wel. Je bent wel bekend of niet? Ja, nu. Nu, okay. Ja, zeg het. Oh, nu ik het uit ga leggen, Dennis Kaars. Ja, ik ben er wel bekend mee. Nou, leg jij het even uit. Wat is de bedoeling? Volgens mij is de bedoeling dat je hebt een kaartje met vijf begrippen of woorden. En je moet ze uitleggen zonder het woord zelf te noemen. Of, Zullen we nou? Je legt het zo. Dit is mij niet gelukt tot nu toe. Uitstekend. Ja, het zijn vijf voetbalonderwerpen. Niet de namen, mag niet rijmen. Mag niet klinkt als. Ja. Voor de rest zo snel mogelijk. Je hoeft niet bij de boze te beginnen. Gewoon vijf onderwerpen staan hier. Zo snel mogelijk proberen uit te leggen aan je teamgenoot. Voor elk goed antwoord krijg je één punt. Je hebt 30 seconden tijd. Okay. Rock, paper, scissors. Wie wil het tegen elkaar opnemen? Goed, jij mag kiezen, Kaars. Gaan jullie beginnen? Oké. Okay. Ik tel af en dan mag je beginnen. Namen, onderwerpen, alles uit de voetballerij. 3, 2, 1. We zijn begonnen. Jarenlang trainer bij Manchester United geweest. Ferguson. Ja. Zeedorf heeft er gevoetbald. Van Basten. Ja. Spits van Portugal. Met die lange haren. Beetje gladde. Tijd geleden. Hij heeft dezelfde achternaam als die oude keeper van PSV. Die je nu in, bij Watford keept. Gomez. Juist. Als je voornaam inkomt, moet ook, sorry, ik kijk de jury. Voornaam Herelio, moet ook. Herelio of zoiets, hoor. Wat? Nee. Ik weet niet. Maar heus weet je dat niet. 10 seconden. Gomez. Als je een bal inkopt. Als je een bal inkopt. Ja. Ja, wie geeft die? Voorzet. Juist. Heb je ze alle vijf al? Nee, want hij weet. Oh, dat was de volgende al. Ja, dat was de volgende al. Ja. Nou, en het is tijd. Nino Gomez. Nino. Even kijken. Je hebt het. Drie goed. Drie goed. Volgende team mag. 3, 2, 1. We zijn begonnen. Sneeuwvlokje. Ronald Koeman. Ja. Stadion van. Oude stadion van Spurs. White Hart Lane. De beste doelman van de wereld. Duitsland. Olivier Kahn en Manuel Neuer. Ja. De ruimte in een stadion waar de belangrijkste mensen zitten. Skybox. Ja. De perstribune. Wie trekt jou aan? Wie regelt jou? Wie betaalt? 10 seconden. Technisch directeur, technisch staf, bestuurskamer. Ja. Franse voetballer. 5 seconden. Bordeaux. Ribéry. En het is tijd. 4 punten van de 5. Uitstekend. Huh? Wiel Thor was de laatste. Wiel Thor. Jullie mogen weer ruilen. We gaan door. 3, 2, 1. We zijn begonnen. Volgens mij is hij nu technisch directeur bij Paris Saint-Germain. Kluivert. Ja. Patrick. Niet Bayern München, maar die andere grote club in Duitsland. Dortmund. Ja. Borussia. Stadion van Heerenveen. Abelenska Stadion. Ja. Speler van Tottenham Hotspur, nummer 10, bij Ajax gespeeld. Eriksen. Ja. Hele naam? Die dingen die doelmannen aan hebben. Hè? Die doelmannen aan hebben, die wanten. Tenue, handschoenen, keepershandschoenen. Ja. 5 punten! Babbel. Okay. Knap, knap, knap. Goed gedaan. Nou. Klasse. De stand is 8-4 voor Fischer Woudenberg. 4 punten om gelijk te maken. 5 om sensationeel te winnen. Sensationeel. Ik tel af. En dan mag je beginnen, Dennis. 3, 2, 1. Oké, Braziliaanse linksback met verwoestende vrijtrap. Marcelo. Nee, oude tijd, zeg maar. Uit de tijd van Dunga en Cafu. Oh, die weet je al niet. Oh, dit is lekker. Dit is lekker. Je hebt United, Engelse club. En je hebt de aartsrivaal uit dezelfde stad. Manchester City. Ja, het oude stadion van FC Groningen. Of nieuwe stadion. Euroborg. Ja. Italiaanse keeper. Beste. Italiaanse keeper. Beste alle tijden. Bij Juventus keept hij. 5 seconden. 4, 3, schiet tijd. 2, 1. Nu 5 seconden. Ja, dan wacht. Wat is dit? En, ja, die eerste. Scheids! Hij zit er met de linkerbeen. Met de linkerbeen. Hij heeft echt zo'n. Het is uitgelopen. Ja. Hou eens je mond, man. Ja. Ga lekker zitten. Je mag even zitten. Ja, moet even zitten. Ja. Hoeveel waren het? Pascal, je had een beetje. Roberto Carlos wist hij niet. Ja, Roberto Carlos wist hij niet. Jij denkt niet op een normale manier meer winnen dan maar keihard doorheen tetteren. Nee, ik denk dat legt de druk wat meer erop. Het heeft geholpen. Ja.
Waar hebben jullie het laten liggen, Pascal? Wacht even, wat is de stand dan? Kijk, jullie hebben begonnen. Ga je dat niet aankondigen? Ik denk gelijk. 8-7. Yes! Ja, de een is blijer dan de ander. Goed, hij is er heel blij mee. Marcello, denk ik. De eerste gelijk al, Marcello. Ja, en kwam Sander een beetje in je hoofd? Nou, een beetje. Hij ging er dwars doorheen en weer terug, zeg maar. Ja. Dennis, teleurgesteld in je teamgenoot? Nee, heb je het goed uitgelegd? Ik vind vond je? Echt dat Sander heeft het gewoon verpest. Ja. Sander heeft het verpest tijdens kerst. Wij waren heel sportief en we gingen er ook niet doorheen praten. Onverstoorbaar blijven. Of niet? Zijn Dijkhuis altijd. Onverstoorbaar blijven. Gelegen is Zijn altijd. Dijkhuis altijd. Ja. Ja. Goed, gefeliciteerd. We hebben samen gespeeld. Dus ja. Snappen we. Ja. Nee, heb je dit jaar toch nog wat te juichen, toch? Yes! Als jij achter een andere verdediger staat, en je moet daarna op de bal, doorjagen. Hoe heet dat? Drie, druk zetten. Twee, één, doordrekken.